Maar één ding, hè, dat hij dat niet vergeet is en dat waar dat ze ons in moeten komen. Hè. Oh. Hoe ver is het nog? Ik zou het eigenlijk niet kunnen zeggen. In de documenten staan geen afstanden aangegeven. Dat is een gebrek aan informatie en erg ongehoord. Zeg maar zotte rollen nou. Waar ben je nou ongerust? Sarah weer ongerust, maar wij niet. Ja. En waarom is jij op de luchthaven? Normaal ga jij nooit hier. Ja, ik nou wel, hè, Sjoekje. Maar begint nou niet te zorgen, hè, of ik kom terug op het wc zitten. Zeg, een beetje vriendelijker kan ook wel, hè, Jean-Jacques. Buongiorno. Joe, Frida, ik heb ze gevonden. Ja. Zij mij, hè. Dat heb ik al gezien. En de dames zijn hier ook. Ik vrees dat we het lessen nog niet gezien hebben hier in Venetië dan mij. En zeker met dat koppel op ons hier. Die twee, die zijn niet te doen, niet te doen. Zeg maar, ik ben er. Nee, maar dat is een zoon, hè. Kom op, hè. Maar dat hebben we te danken aan ons Kimberly, waarvoor toch een klein applaus. Ja, meneer, zeg het eens. Zeg het eens? Ja. Ah, wel, ik zal het doen, oh, zeg eens. Deze morgen kwam hier toe op de luchthaven. Ja. 2 uren hebben we hier rondgelopen, zo gezegd omdat er een dikke mist was. Ja. Terwijl dat op 20 verdiep heel Brussel kon zien liggen. We hebben hier aan spreken. Dat kan niet. Oh, dat kan niet. Ja, ik heb ik daar nou niet op gelet. Nee, dat kan niet. En ik zal u eens zeggen waarom dat niet kan is. Hè? Omdat, als je op de 2e verdieping in de cafetaria staat, Brussel achterrolt. Luister, ik weet dat jullie job hier niet gemakkelijk is, maar de Rob heeft gelijk. Overschot van gelijk. Dat vind ik niet nou, zeg. De Rob die heeft alleen maar gezegd wat wij hier allemaal denken. Ja. Ja. Goed, moet maar zorgen dat alles in orde is voordat wij hier aankomen. Met die problemen achter de schermen hebben wij helemaal niks te maken. Wij, allemaal samen hier, wij zitten hier met vakantie. Kijk, de Ferrito is aangekomen. Ja, ja, alles kan je nemen en ik sta er niet altijd in een rap voetjes hier. Ja, ja, pardon, madame, pardon. Ja, no, permette, je me presente. Alfredo. Oh, Alfredo, grande libido. Arriviteci, Venezia. Wat zeg je nou? Persoonlijk ik er niks van, hè? Klappen hier allemaal zo. Ik heb niet geschreven thuis die films, hè? Ik heb alleen 16 naar de wc moeten gaan. Maar ja, middel dat water. Maar, ik ook, hè? Ik ook, amai! Nou, dat was niet moeilijk, hè, mannen? We hadden al 4 punten nooit dat de film begon. Zeg,
Jean-Jacques, ja. Is zo stil? Ah, trek je dat toch niet na, waar Linda zegt? Nee, nee, dat is het niet, want ik vind mijn contact nergens niet. Nee, wacht. Ik zal wel op zoeken, hè. Die moet dit toch even slingen op die boot. Dat is dat ik niet meer weet. Zeg, zat die misschien in dat blote zakje? Dat weet ik ook niet meer. Exciting, hè, Frieke? No.
een Manhattan in Salou. Frida, zitten we met mij een tasje of met jou? Nou ja, we schatten in mijn jaren. En Sabrina, dat kent ook niet zeker, hè? Ik ken geen Sabrina. Oh, ze kent geen Sabrina. Wie is Sabrina? Frida. Wel, dat is die zuster van Jean-Claude, die gefriseerde rossen. En is zij dan niet in de 13e van Frida? Oh nee, in de verste verte niet, dan ben ik Tina. Buongiorno! Goedemorgen, morgen, iedereen! Zat gaan, ja! Oh, zwicht! Goed, ze vindt in dat kanaaltje, hè? Ai, 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 mal die testa, hè? Ho, ho, ho! Iedereen even een testa die leek nou, hè? Nou, de koppetje! Een groot probleemetje! Kom, ik zal u eens uit de doeken doen. Ik zal het eens uit de doeken doen. Niet u. En ik niet. Oh, dat Kimberly, hè. Mijn tikkertje, hè. Dat begint hier al te roffelen, gelijk de boksters in het circus van Boeklejone, op het moment dat ze die wilde tijgertjes van ons laten. Alsjeblieft, Kimberlytje, zeg het. Kiet hoor, ja. Ik denk dat ik me al wat beter begin te voelen ondertussen. Hoi, hoi. Ik ben in jaren niet meer zo ziek geweest. Hè. Oh, ik weet zelfs niet meer dat ik boven ben gerokt. Oh, ik ook. Nee, no, dat is niet moeilijk als het helemaal niet naar boven gerokt gaat. Dat is daarom dat je niet aan wat je ja. Jij hebt de hele nacht op een tapijt gezeten. Ja. En al moet roepen dat je Alibaba wordt. Oh, doe man. Kimberlytje? Wanneer gaan jij nu eindelijk eens iets juist zeggen? Ja. Maar ik zeg het al eens juist, Frida, maar dat ligt op nu. Wat jij het een ander beest gesteld hebt. Ingesteld hebt. Zie, dat is nu een soort van filosofie. Filosofie. Dat is een soort van biologie. Ja. Ideologie. Ziet het zich, jij moet altijd allemaal verbeteren. Kijk, Kimberly, begin het nu te zeggen, want de mensen zitten te wachten, ja? Ja. Wat heb ik nu kunnen fixen? Ja, ja, kom maar. Frida? Alice? Spannend! Zeg het! Aan mij zit lichtje op de truus. Wij kunnen morgen wel vertrekken. Ah, dat is we vertrekken dus deze nacht om 3 uur met de Alitalia naar Roma. Ja, dat is een met tussenstap. Ja, dat is een ja, en van daaruit nemen wij de Singapore Airlines naar New York. Dat is echt de toppenstad. Dan kunnen Libertine en Frida Manhattan misschien dicht zien. Ja, en van daaruit hebben we onmiddellijk een aansluiting op Londen met United Airlines, waarop we in Londen een rechtstreekse vlucht hebben naar Brussel. En dan zouden we binnen een 2 dagjes kunnen thuis zijn. En laat mij alsjeblieft niet hoe dat zij en Bernadette dat heeft kunnen oplossen. Oh. Ja. En als ik dan allemaal mee akkoord ga, dan moet ik nog een klein supplementje aanrekenen van 800 euro. Wat? Domani, hè? Ik heb de socio, hè? Congé. Oh. Ik heb een rechtstreekse vlucht, hè? Naar Belgique. Naar de Morzel. Op een terrasje.